Niets vermoedend waren de geslaagde mbo-leerlingen vanmorgen met hun ouders bij de diploma-uitreiking in verzorgingshuis Het Laar in Tilburg. De bijeenkomst werd extra feestelijk toen bleek dat er nog een eregast in aantocht was. Koningin Maxima gaat komen. Wow. Korte tijd later arriveerde de koningin, die uitgebreid de tijd nam om de geslaagde mbo-studenten te feliciteren. Gefeliciteerd. Dat maak je eigenlijk nooit mee, hè, dat er deze koningin voor je neus staat. Het was echt een hele complete verrassing. Ja, we hebben het heel erg lang geheim moeten houden, maar dat was... Ja, ik vond het zo leuk om te zien hoe ze erop reageerden. Het is echt heel leuk. De zorgopleiding van Prins Heerlijk in Tilburg is een normale mbo-opleiding met bijzondere leerlingen. Het zijn jongeren met ernstige leerproblemen, zoals dat noemen. Die vaak vanuit het voortgezet specialistisch onderwijs komen, van praktijkonderwijs. Of binnen het mbo net niet de weg kunnen vinden. En daar net dat extra nodig hebben om het wel te laten lukken. Geeft... heel veel kansen en mogelijkheden tot ontwikkeling. Dus ik vind het geweldig. Ik ben er heel blij mee. Ja, emotioneert u zelfs een beetje? Ja, zeker. Koningin Maxima kreeg van de studenten een uitgebreide rondleiding in Het Laar. Daarbij bezocht ze ook de winkel van Prins Heerlijk. Speciaal bedoeld voor de bewoners. Wat zei ze allemaal? Wat ik ervan vond en wat ik nou doe en of ik verder ging. Dus dat vroeg ze eigenlijk een beetje. De koningin bezocht eerder vanmorgen ook de universiteit in Tilburg. Rond 12:30 zat het ochtendje Tilburg er voor de majesteit op. Echt vorstelijk, hè? Zo, de diploma-uitreiking. Leuk.